Brabantstad is een mozaïekmetropool, zoals wij dat noemen. Een grote verwevenheid tussen stad en platteland. De steden hebben een eigen economische dynamiek met economische kwaliteiten, zoals Eindhoven, Helmond en Breedpoort, Den Bosch, Agro en Food, Tilburg Maintenance en Breda. Het logistieke centrum met het nieuwe topinstituut heeft het ook daardoor de waardering gekregen. Verder is het gebied goed met elkaar verbonden door kanalen en de vervoersaders als de A58, de A2 en de A27, A16. Breda is het centrum voor de aansluiting op het Europese netwerk. En er is veel stedelijke ontwikkeling en dynamiek die we samen oppakken. Iedereen zegt natuurlijk goed. Ik kan zeggen dat de samenwerking aan het groeien is. We zijn begonnen in 2001 met afstemmen, samen lobbyen. En eigenlijk is het nu in 2009 naar samen investeren. We hebben een projectenagenda samengesteld van 1,4 miljard. Die bijdraagt aan de gemeenschappelijke doelen. Dat is heel belangrijk. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met de groeifase van levensfases. Je hebt een baby, hè, 2001. Het is gaan groeien, ontwikkeld. En we zitten nu eigenlijk in de puberfase en we zijn op weg naar volwassenheid. Brabantstad is eigenlijk eenheid in verscheidenheid. En dat uit zich eigenlijk in de bestuurlijke samenhang en ook in de ruimtelijke samenhang. Uniek is natuurlijk de economische dynamiek. Samengaan met landschap en natuur, hè, dat is de ruimtelijke component daarbij. Maar anderzijds de samenwerking aan zich, dat vijf vrij grote steden, Tilburg, Eindhoven, Breda, Helmond en Den Bosch, samen met de provincie, ook dat is vrij uniek in Nederland, staan voor één mozaïekmetropool Brabantstad.